kom ons gaan kyk na hierdie skedule. Die vraag wat ons wil beantwoord is of hierdie skedule, hierdie prys of hierdie kombinasies, of dit voldoen aan die wet van aanbod. Wet van aanbod? Ja, wat sê, hoe hoër die prys, hoe hoër is die hoeveelheid aangebied, en hoe laer die prys, hoe laer is die hoeveelheid aangebied. Kom ons neem, begin by 'n prys van sy, sê maar 7, en 7 word geassosieer met die hoeveelheid aangebied van 14, en kom ons aanvaar die prys daal van 7 na 2 toe. Wat gebeur met hoeveelheid aangebied? Wel, 2 is hoeveelheid aangebied, 4. So, met die daling in prys, vind ons een daling in hoeveelheid aangebied. Ja, ons is al in die regte richting. Kom ons neem een toename in prys. Ons begin by een prys van 3, wat geassosieer word met hoeveelheid aangebied van 6. En ons aanvaar die prys styg, sê maar, tot 6. Wat gebeur met hoeveelheid aangebied? Wel, dit is nou 12. So as ons een stijging in prys het, leid dit tot een stijging in hoeveelheid aangebied, en ons het gesien een daling in prys, leid tot een daling in hoeveelheid aangebied. So ja, ons kan sê dat hierdie skedule voldoen aan die wet van aanbod, wat een stijging in prys word geassocieerd met een stijging in hoeveelheid aangebied, en een daling in prys word geassocieerd met een daling in hoeveelheid aangebied.